wij zijn Apps in Friesland. We gaan in samenwerking met Toomba gaan wij vandaag een upgrade uitvoeren. We willen 100 mensen bereiken in een uur tijd. Voor 8 stemmen is een alfabetiseringdag. Dus we willen ervoor zorgen dat kinderen en vooral jongeren wel naar school gaan. En daardoor dus ook sneller hun diploma halen en daardoor dus ook gewoon kunnen lezen en schrijven. We willen gewoon positiviteit uitstralen en de wereld een stukje beter maken. Oude melkpakken, oude dubbel frispakken, alle oude pakken die hebben we zelf in elkaar gemaakt eigenlijk. Daar hebben we portemonnees van gemaakt. En zo'n portemonnee krijgen we nu gratis van ons. We willen iets doen om de wereld te verbeteren. En we willen ook een euro aanbieden. En die euro krijgen jullie gewoon van ons. En dan mogen jullie op Stichting Leergeld, want het is een Nederlands goede doel. Stichting Leergeld helpt mensen met een minimuminkomen om ervoor te zorgen dat de jongeren of kinderen die ze hebben buitenschoolse activiteiten kunnen doen. En de stichting ook Sanofi. Ja. Dat helpt kinderen in het buitenland. Om te zorgen dat er onderwijs is voor de kinderen, maar ook dat het onderwijs wordt verbeterd. Een portemonneetje en een euro, die kunt u daar ophalen. Een euro? Een euro, ja. En dan kost u geen geld. Nee. Heb je wel weer hoor. Dankjewel. Oké hoor. Nou, doe ik hem daar binnen. Dat is ik denk dat ik hem aan mijn moeder geef. Dan krijgt u eerst allebei van mij een duurzaam portemonneetje, alsjeblieft. Ja. Een geweldig initiatief. En met name van die kinderen, van die leerlingen, sorry, die naar school gaan en daarover denken. Zonder toegevoegde suikers. Oké. Prachtig. Mooie portemonnee.